naar Jenny toe in haar poeshuisje. En daar gaan we vanavond in. Oh. Cheers. Hij kwam met een goede hoek terecht. Wat een vondsten. In edelstenen heaven. Hey, wat superleuk als je kijkt naar deze nieuwe Rose Diaries. Leuk dat je kijkt. Leuk dat je er bent. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Ik start volgens mij echt nooit mijn vlog boven. Ik start echt altijd beneden. Maar ik zit eventjes op mijn poef. En ik wilde even beginnen met een outfit of the day. Ik dacht, hè, is wel leuk. Is wel leuk. Let trouwens niet op de was hierachter. Ik heb deze super comfy knit aan. En deze is origineel van de H&M. Dit is een rokje die ik op Depop heb gekocht. En dan met mijn Dr. Martens. En dan als sieraden heb ik deze oorbellen van Ana Luisa. En ook deze ring van Ana Luisa. Als je al langer mijn video's kijkt, dan weet je dat ik eigenlijk altijd gouden sieraden in heb. En Ana Luisa is echt een van mijn favoriete brands. Ze zijn duurzaam. Ze hebben echt hele mooie kwaliteit. Ringen, kettingen, echt van alles. Dan match ik het vaak nog met een edelstenen ring. En ik vind ze ook heel erg mooi als cadeau. Kan natuurlijk ook cadeau voor jezelf. En ik heb ook nog deze. Super mooi, echt. Zeg eens hallo tegen de mensen. Ik ga nu een jingletje uitlaten. Mocht je nog op zoek zijn naar cadeaus voor de feestdagen, ze hebben een hele grote sale. Ik zal eventjes het linkje hieronder in de beschrijving zetten. Zoals je kunt zien, ben ik helemaal bepakt. Ik ga samen met Josie naar Jenny toe in haar poeshuisje. Super veel zin in. We gaan er 2 dagjes heen. We gaan nog wel eventjes een smoothie maken voor onderweg. Altijd als ik voor een healthy smoothie ga, doe ik altijd één bijvoorbeeld banaan erin. En dus spinazie en gember. En dan doe ik nog van die zaden erin. En dan nog amandelmelk. En dat zit. Vaak zijn die spinaziezakken super groot in de supermarkt. Dan is het echt een aanrader om daar gewoon een smoothie van te maken als je te over hebt. Ik doe deze hennepzaad erin. En wat meer. Nog chiazaad. Hoe gaat het verder met jullie? Ik hoop dat je helemaal gezond bent. Dat het helemaal oké met je gaat. En mocht het niet zo oké gaan, dan is dat ook oké. Weet je? It's okay not to be okay. Ik heb deze jars trouwens bij de Albert Heijn gekocht. Voor echt 1 euro of zo. Nou, dat is niet echt veel, Ro. Het is een halve. Maar goed, weet je, beter dan niks, hè? Echt lekker. Hallo, Jen. Hallo. We zijn er. Oh my god. Welkom in mijn huisje. Thank you. Coco is er ook. Oh, je gulp. Ik film letterlijk je gulp. Zo cute. Oh my god, jongens, wat gezellig. Jenny heeft een hele lekkere lunch gemaakt. Oh, heb je een grote stok? Oh my god. Jenny heeft dit. En daar gaan we vanavond in. Oh, we gaan zo meteen gourmetten, want we vieren Sinterkerst. En daarbij hoort natuurlijk wel een beetje gourmet, maar dan natuurlijk niet met vlees. Hamburgers, hamburgers en stoofvlak. We hebben brood, dips, vino, aubergine, we hebben nog champignons en meloen. Dit ruikt trouwens super lekker, ze heeft het bij de Jumbo gehaald. Ik ben zo benieuwd. De vloggers live. Ik ben nog vast aan het focussen. Neem ruim. Cheers. Cheers. Cheers, Cody. Oh, zo, ik wil hetzelfde zeggen. Present time. Yes. Van de Lavo. Chia butter en pomade. Pomade. Ma. Hé, staat erop. Oh, Joost, ik ben zo benieuwd. Wat leuk. Het lijkt net tandpasta, maar het is echt super lekker. Oeh. Wat is dit, een handcreme dan? Mm-hmm. Zo'n mini beetje uit. Oh, jongens, we gaan in de hot tub. Oh, I'm ready. Ik ook. Oké, okay, laat mij nog heel even plassen. Ja. Yeah. Hey. Ja, we zijn helemaal klaar. Wat is dit voor huisje fruit? Oh, dat was even beter. Oh. Good morning. It's a new day. Wij gaan kringlopen. Ben je klaar voor?
Jen, ben jij er klaar voor? Bijna. Ik ben nog even de stopcontact controleren. Oeh, jongens. Het is echt zo'n heel goed hal. Nou, Jen, lead us the way. Wow. Oh, dit is echt nice. Echt zo antieke dingen ook. Cute. Leuk. Nee, zo doen we daar. Ik vind deze lamp eigenlijk best wel leuk. Echt cute. Beetje oppoetsen, hè? Het is echt een hele ander soort kringloop dan dat ik normaal heen ga. Maar hoe cool, die fiets. Dit kan je wel zo aan een muur doen, zie je dat? Nou ja. Dat is echt super grappig gedaan. Oh my god, die koelkast. Wat cute. Oh, deze vind ik heel leuk. €2. Ik zoek al heel lang zo'n apothekerspot. Ik vind het altijd best wel prijzig. Deze maar €2. Dat is echt super leuk voor bijvoorbeeld wattenstaafje te doen of aan. En hier is heel veel meubels. Ik ben eigenlijk nog steeds op zoek naar nachtkastjes. Nou, Jenny heeft net gekeken. Die banken zijn 30. Het is echt heel veel. Zal ik die leren even kijken? Ja, die leren is zo mooi. 35. Wauw. Waar is Josie? Hallo? Hi, ik moet even kijken. Oeh, nice. Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Het is zo veel en zo groot. Het is hier echt bizar groot. En wat heb jij nou allemaal? Ik ben 1 minuut, zijn wij weg. Ik ben 1 minuut, maar ik kwam met een goede hoek terecht. Kijk. Oh, wauw. Wat nice. Mooi, hè? En zo, deze? Oh, maar die kut, is hè? Echt perfect. Ja. Hij is helemaal niet gebruikt, lijkt het en wel. Kijk. Jenny. Okay. Jenny scoort. Ga je ze allebei nemen, hè? Nou, ik ga deze nemen voor de gastenkamer, maar ik dacht misschien wel iemand deze. Ja, ik vind het wel cute. Maar het is ook leuk als je een muur doet en dan met twee. Ja, dat zou ook kunnen, hè? Toch? Want kijk, als je hem vasthoudt. Of zo. Leuk. Ja, I love it. Kijk nou, wat een vondsten. Over deze twijfel ik. Wat ga je hiermee doen? Neerleggen, ophangen, iets indoen. Oh, hij is om op te hangen. Oh! Maar het kan misschien ook buiten. Ja. Kan niet. Misschien ik ook dacht cute. Eigenlijk eerst gewoon als een ik dacht het ook. Fruitschaal. Ja, het is wel cute. Maar het is wel heel mooi. Het is hè? Heel mooi. Ja. Nou, ligt het zo. Jen vond net dit dienblad. We zijn denk ik klaar voor de... Oh ja, mooi hè? Zo nice. Wat een goede vondst van jou. 2,75 denken we. Of 27. Maar dan gaat hij niet mee. En Josie heeft dit boek gevonden. Wauw. 350. Light arms. Wauw. Ik weet niet of dat zo duur is. €300 voor zo'n lamp. Zeg maar. Ja, valt mee trouwens. Want ik heb ook zo'n lamp. Zeg maar thuis antiek. Staan. Ja, en die heb ik ooit van iemand gekregen. En die is nog niet eens zo speciaal. En die heb ik ooit laten taxeren. Die was €800. Oh, misschien moeten ze allemaal kopen. Wow. Hadden wij Jenny dus gecomet, maar dan had ze een plaat. En nu zie ik dus allemaal platen hier liggen en comet stellen. Nice. Niet te groot, niet te klein. Helemaal nieuw. €5. Echt grappig. Een kijker zegt net dit. We waren daar net op weg naartoe. Want kringloop. Tweede kans. Tweede kans. Dus tweede kans het is. Oh, al die rotan. Oh, joh. Wauw, wat een end. Mooi, wat een intree. Kijk hoe leuk. Het is hier wel een beetje koud. Ja. Wauw. Ik heb nog geen pannenonderzetters. Dan zoek je het en dan. Oh ja, die is ook wel heel mooi. Super mooi. Hij is €9. Dat is echt niet veel. Oeh. Echt een cursusrijkje doen. Oh, zo'n radio. Echt cool. Oh, die blikken. Oh, Jen, de kersthoek. De Christmas vibes. Kijk, deze toaster. Dit is pas retro.
zijn echt in edelstenen heaven. My god. Deze zijn echt super mooi. 30 euro. Josie heeft gekozen. Look at that. Ik mis het zo erg om een bad te hebben. Hier heb ik helemaal kaarsjes staan. Zo leuk. In mijn volgende huis staat deze er. En ik ga dit masker opdoen. Van Lush. Eerst. Cheers guys. Ik heb echt vreselijk geslapen vannacht. Super kut. Maar we gaan er toch een leuke dag van maken. Ik heb lekker comfy kleding aan. Maar ik heb me wel opgemaakt. Want ik heb altijd het gevoel als ik me toch klaarmaak. Dat ik dan al wat productiever ben. Al wat beter voel. Ik zat gisteravond nog best wel laat op TikTok. Ik moet dat echt niet doen. Ik merk gewoon als ik mijn telefoon beneden laat. En ga lezen en dan ga slapen. Dat het echt zo'n wereld van verschil is, dus reminder voor mezelf. Maar doordat ik op TikTok zat, zag ik dat een meisje allemaal outfits had met van die kooltruien onder sweaters. En ik vond het er echt zo leuk uitzien dat ik dacht, even uitproberen of het staat, of ik het lekker vind zitten. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb gouden kettingen erop. Ook deze valt er altijd een beetje in. En ik heb hierop een flared broek aan. Een zwarte. Dus een beetje zo zwart en grijze outfit. En dan met gouden sieraden. I love it. Deze zijn trouwens ook allemaal Ana Luisa. En ik heb een kleine fruitsalade gemaakt met banaan en appel. Als gezonde snack. Super veel zin in.